En fijn dat je kijkt naar het webinar van Waterschap Limburg. Aanleiding natuurlijk de vele vacatures bij het waterschap. We praten je het komende kleine uurtje bij over wat werken bij het waterschap inhoudt. Zodat je wat meer een beeld krijgt van en de organisatie en ook van het personeel dat bij het waterschap werkt. Ik kan me voorstellen dat jij vragen hebt tijdens het kijken, tijdens dit webinar. Die kun je stellen. Denk dan wel er even aan dat de vragen voor dit webinar die hier beantwoord worden iets algemener zijn. Specifieke vragen, daar komen we uiteraard graag op een later moment bij je terug. Telefoonnummer voor live vragen die via WhatsApp gesteld kunnen worden, die zie je hier in beeld. Eerste gast hier in het webinar is Erik Keulers, de secretaris-directeur van Waterschap Limburg. Een hele mond vol. Erik, ja. Het is eigenlijk de hoogste baas, hè, van de ambtelijke organisatie. Ja, van de ambtelijke organisatie inderdaad. Hè. We zijn een politieke organisatie, dus we hebben een politiek bestuur. Dat is uiteindelijk de baas van de hele organisatie. Ik ben secretaris van het bestuur en algemeen directeur. Dus samen bij elkaar secretaris-directeur. Een hele mond vol. Ja. Een talkshow hebben we hier vanavond. Een live webinar, omdat er veel vacatures zijn bij het waterschap. Waarom is voor deze aanpak gekozen? Wij vinden het fijn om met mensen aan de voorkant al in contact te komen. Zodat je een beeld kunt vormen wat Waterschap Limburg voor een organisatie is. En of het voor jou de plek zou zijn waar jij je kunt ontplooien of niet. Nou, dat hebben we in het verleden gedaan met Meet & Greets. Dat is in coronatijd wat moeilijk. Dus we zijn uitgeweken naar een webinar. Nu kan ik me ook voorstellen bij Meet & Greets. Een sollicitatieprocedure is ook vaak toch... Ja, je wilt toch je privacy gegarandeerd hebben. Bij zo'n Meet & Greet denkt iedereen... Hey, die meneer Keulers, die komt hier, die is op zoek naar een baan. En die kennen wij van een andere organisatie. Ja, nou ja, dat is het misschien het voor de een een voordeel en voor de andere een nadeel van de Meet & Greet. Je leert je concurrentie kennen, maar soms is dat niet de bedoeling. Dus sowieso heeft de Meet & Greet ook zijn nadelen. Dus we waren al op zoek naar iets nieuws. Nou ja, corona heeft ons een handje geholpen. Mensen die kijken en zich afvragen, het waterschap. Wat doet zo'n waterschap nu eigenlijk precies? Ja. Kun je dat zeggen? Ja, dat kan ik zeggen. En dat is... echt meer dan de meeste mensen denken. Maar laat ik beginnen met wat wij niet doen, want dat is het grootste misverstand van allemaal. Wij zorgen niet voor drinkwater. Wij zorgen wel dat afvalwater gereinigd wordt. Wij zorgen dat er voldoende water in de beken staat. Wij voorkomen wateroverlast. En wij zorgen voor veilige dijken. Dat is eigenlijk heel kort gezegd, maar daar gaat wel een ontzettend grote wereld achter schuil. Ja, want hoeveel mensen werken er? Er werken op dit moment ruim 300 mensen bij het waterschap. Maar we hebben een aantal uitdagingen die echt vragen om nieuwe kennis, om andere kennis. Het klimaat verandert. We hebben meer last van droogte, maar ook meer last van wateroverlast. Dijkversterkingen vragen hele nieuwe dingen. Waterkwaliteit is een opkomst. Dus in die veranderende wereld zijn wij op dit moment op zoek naar extra mensen. En wij groeien door naar 340, 350 mensen de komende tijd. Het is ook echt een hot issue. Hè? Je kan bijna geen journaaluitzending opzetten of het gaat wel over wateroverlast, droogte, de gevolgen daarvan. Ja. Waterkwaliteit, hè, dat ook weer toch gevolgen heeft voor het drinkwater. Hè, dat ook uit bijvoorbeeld de Maas gewonnen wordt. Kun je wel zeggen dat het waterschap daardoor ook steeds bekender wordt? Het waterschap wordt bekender, maar nog belangrijker dan bekender. Het werk wat het waterschap doet, doet er steeds meer toe. Ja. Onze wereld verandert, ons klimaat verandert en water is daarin essentieel. We leven letterlijk van het water, we zijn zelf water. En onvoldoende water of slechte kwaliteit water kan ontzettend veel vernietigen. En juist wij als waterschap hebben heel vaak de sleutel in handen om daar iets aan te doen. Dus het maakt het werk ook steeds mooier en belangrijker. Ja, het werk van het waterschap is relevanter. De opdracht is groter, hè, de opgave. Verklaar dat alleen waarom er tegen de stroom in eigenlijk, als je kijkt naar de economie, zoveel vacatures openstaan en er zelfs nog meer komen? Ja, nee, de belangrijkste reden is wat ik net zei. We zoeken nieuwe competenties, we zoeken nieuwe kennis. Tegelijkertijd moeten we ook eerlijk zijn. We zijn ook een organisatie waar de komende jaren de nodige mensen uitstromen, omdat ze met pensioen gaan. En ook daar zoeken we natuurlijk vervanging voor. Want we willen die kennis en die ervaring die we hebben, willen we ook vroegtijdig borgen. En van een nieuw sausje van vandaag voorzien.
Je zoekt daarbij natuurlijk specifieke kennis. Het zijn ook specifieke vacatures. Maar is er al over iets te zeggen over wat voor een soort werknemers je het liefst in de organisatie zou verwelkomen? Ja, eigenlijk is dat misschien nog wel belangrijker dan welke kennis je precies meebrengt. We zijn gestart met een organisatieontwikkeltraject. En eigenlijk, we hebben 6 watermerken en die vertellen wat wij verwachten van een medewerker. Een soort handboek voor de organisatie, moet ik dat zo zien? Ja, een handboek voor de organisatie. En als ik ze je noem, dan zie je, we hebben ze heel kernachtig gemaakt. Daar zit de hele wereld achter, maar dat maakt wel voor iedereen heel veel duidelijk. Met en voor de omgeving mag duidelijk zijn. Wij staan met elkaar in de omgeving en daar doen we het voor. Trek op met het bestuur. Ik zei het al, we zijn een politiek bestuurlijke organisatie. Dus je doet het ook onder politieke sturing. Respecteer kaders, maar pak je speelruimte. Dus wij vragen je om je binnen de spelregels te gedragen. Maar wij vragen tegelijkertijd dat je wel steeds op zoek bent bij wat nog meer mogelijk is. Blijf in beweging. Dus wij zoeken vooral mensen die continu op zoek blijven naar ontwikkeling van zichzelf, maar ook in hun vakgebied. Help je collega klinkt heel logisch, maar is wel ontzettend belangrijk, want we moeten de klus samen doen. En tenslotte, maak de wereld mooier. En dat is eigenlijk wat ik net ook al zei. Wij zijn echt in staat om deze wereld, ondanks klimaatveranderingen en alles wat daarbij komt, net een stukje mooier te maken. Ja, een organisatie die dus aan 6 watermerken eigenlijk alles toetst. Er is ook nog een apart traject, onder andere ook voor nieuwe medewerkers. Die worden naar de Efteling gestuurd. Ja. Maar niet alleen om in de Python te zitten, want wat leren ze daar verder? Nou ja, en niet alleen de nieuwe medewerkers, maar ook de oude medewerkers hebben dat gedaan. Wat ze daar leren is eigenlijk 2 dingen. We doorleven met elkaar die watermerken en zien dat er een hele wereld achter die eenvoudige uitspraken zit. En we laten ons inspireren door een organisatie die op het oog compleet anders is dan een waterschap, namelijk een attractiepark. Maar gaandeweg dat traject zien we ook dat we heel veel van elkaar kunnen leren. En dat je dus heel veel inspiratie juist niet alleen bij collega waterschappen moet gaan opdoen, maar in hele andere bedrijfstakken. Dus wij proberen eigenlijk het beste uit alle werelden samen te bundelen bij Waterschap Limburg, zodat wij onze taak zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Ja, als mensen het horen, een Waterschap Limburg waar vacatures zijn, dat denken ze misschien, wat doet zo'n organisatie? En het klinkt wat stoffig. Als ik dit zo hoor, is het een heel progressieve organisatie. Ja. Die ook openstaat voor verandering en vernieuwing. Ja, kijk, wij zijn niet voor niks het jongste waterschap van Nederland. Wij bestaan 3 jaar. Dat kunnen er weinig zeggen. Er zijn veel waterschappen die al 100 jaren bestaan. En dat is ook heel mooi en belangrijk. Maar juist omdat wij zo jong zijn, kunnen we nog heel veel dingen op een nieuwe, vernieuwende manier met elkaar aanpakken. En daar geloof ik echt in dat wij ons nu zijn en ontwikkelen naar de organisatie van morgen en overmorgen. En die ziet compleet anders uit, ook voor een waterschap, dan dat we altijd met elkaar gewend waren. En als je daarin wil meedoen, nou ja, dan is Waterschap Limburg echt voor jou de plek om te solliciteren. We gaan nog wat meer collega's spreken, dit webinar. Blijf jij zitten als mijn soort sidekick, laat ik het zo zeggen. Even kijken naar een portret van een van de medewerkers van Waterschap Limburg. Sinds kort hebben we eigenlijk gebiedsteams. En het gebiedsteam waar ik in werk, dat is gebied Heuveland. Dat is een stukje, daar moet je zijn geweest. Dat is gewoon een prachtig stukje natuur met hele mooie wandelwegen. Om elk hoekje zie je wat anders. Het is gewoon uniek in Nederland. Als ik door het Heuveland rijd, kom ik ook langs die waterbuffers. En daar gaat altijd onder het rijden een oogje naar heen. En dan zegt mijn vrouw, je bent niet met het werk bezig. Maar dat blijft er gewoon in zitten. Het kan best zijn dat een agrariër je gewoon belt met een vraag. En nou, ik vind dat ik die moet beantwoorden. Dat moet geen probleem zijn voor mij. En daarom heb ik toch altijd mijn telefoon bij me. We zijn transparant als waterschap, maar we moeten het ook blijven. En we moeten ook open zijn. En ja, dat wil ik daarmee eigenlijk mee bevorderen. Ik wil daar eigenlijk meer invulling aan geven. Aangeschoven is Roel Wijnhoven, Roel vakspecialist areaalbeheer. Ja, areaalbeheer, dat zal de nodige mensen wel wat zeggen. Maar wat doet een vakspecialist areaalbeheer zo op een dag?
heel breed. Nou, het gaat over het areaal van het waterschap. Je hebt het watersysteem, maar je hebt ook de waterkeringen. Je hebt alle, zoals wij dat noemen, kunstwerken in onze beken. Dat zijn stuwen, duikers, sluizen, gemalen. Dus we hebben een heel groot oppervlak en heel diverse aspecten buiten liggen. En dat is allemaal het areaal. Dat moet beheerd worden. En ook initiatieven vanuit de omgeving. En dat moet allemaal in die beperkte ruimte passen. En hoe ziet jouw werkdag eruit? Rij je dan de hele dag rond met zo'n waterschapsauto om dat areaal en alle projecten te bekijken en te zien of daar wat nodig is? Nou, op sommige dagen wel. Dus sommige dagen is heel divers. En dat vind ik ook het leuke, zeg maar, van het bij het waterschap werken in mijn functie dan. Dat je deels binnen je werk kunt doen, hè, echt je kantoorbaan. En ook mooi buiten de projecten kunt bekijken, met aannemers overleggen, met de omgeving buiten kijken van hoe past een initiatief in ons systeem, waar kunnen we elkaar in versterken. Ja, en ook knelpunten bekijken, hoe kunnen we het oplossen. Wat heeft je het meest verrast toen je bij ons kwam werken, Roel? Het meest verrast? Ja, toch wel de diversiteit van het waterschap. En vanuit mijn vorige functie was ik bij ingenieursbureaus een soort projectleider. En dan ga je met een herinrichting van een beek aan de slag. Maar vaak komt zo'n opdracht naar een ingenieursbureau pas als alles met de omgeving is afgestemd, vergunningen zijn geregeld, het hele voortraject is gedaan. En dan zie je bij zo'n waterschap, en dat vond ik ook het leuke bij het waterschap, je zit eigenlijk vanaf de eerste initiatieffase van een idee of een knelpunt of een opgave, ga je kijken van wat speelt er allemaal in die omgeving, hoe kunnen we dat met die omgeving tot een mooi project maken. En dat verbaast me dan wel van hoe lang dat je met zo'n voortraject bezig bent. Om iedereen, hè, elkaars wensen en inbrengen toch in dat project te fietsen. Om iedereen mee te nemen in zo'n traject. Ja, ja, ja. Is dat, je zegt, het verbaast me vaak hoe lang er aan de voorkant al mee bezig is. Hè, hoe lang men er al mee bezig is met zo'n project. Je zit er nu ruim een jaar. Erik vroeg, wat vind je mooi? Wat valt jou tegen of waar heb je heel erg aan moeten wennen? Nou, ik heb 14 jaar in bij commerciële ingenieursbureaus gewerkt. Hè, en daar is het gewoon het draaien van projecten. Positief resultaat natuurlijk. Mm. Hè, daar draait een ingenieursbureau op. En dan naar het volgende project. En hier merk je ook soms de stroperigheid van een overheidsorganisatie. Maar ook de vele afstemmingen die nodig zijn. En dan merk je pas van, ja, zo'n voortraject, dat kan ook niet sneller. Nee. Want waarom kan dat niet sneller, Erik? Nou ja, ik zeg nooit het kan niet sneller, hè. Want ik zei niet voor niks, wij zijn heel erg in beweging. Dus wij proberen die stroperigheid er echt zoveel mogelijk uit te krijgen. Maar soms zit het ook nog in dat we heel erg gewend zijn om het te doen zoals we het altijd deden. En natuurlijk, je moet heel veel stappen met een omgeving ook zetten en met alle partijen die betrokken zijn. Maar ik hoop, maar Roel weet dat uit eigen ervaring, dat we echt wel in staat zijn om een deel van die stroperig eruit te gaan halen. Dus ik ben ook wel benieuwd of jij ook denkt dat we die stroperigheid zouden kunnen terugdringen. Ja, zeker. Ik denk wel dat we stappen kunnen maken. Hè? En je ziet het ook, zeg maar, bij onze projectorganisatie. Daar heb je een soort projectteams die ieder een eigen rol hebben. En dan zie je van niet alles ligt bij één projectleider. Nee, ieder heeft zijn eigen specialisme. En dan krijg je ook een professionele aanpak van projecten. En dan gaat die trein ook lopen. Maar dat is misschien ook meteen de toegevoegde waarde. Hè? Erik van Roel als relatieve nieuwkomer. En ook van mensen die nu kijken, die denken, hey, ik heb wel interesse in een baan daar. Eigenlijk voor alle nieuwkomers. Kijk, het mooie van mensen die nieuw instromen bij ons is, je hebt de achtergrond niet, je hebt de geschiedenis niet. En dat voelt misschien in de eerste weken soms als een nadeel. Mm-hmm. Dat kan ik me best voorstellen in de eerste maanden. Maar daardoor kun je met een frisse blik kijken. En kun je ook tips geven die wij niet meer zouden zien, omdat we het al langer doen. Dus daarom ben ik heel blij met nieuwe instroom. En doe ik ook echt mijn best om jullie de plek te geven om inderdaad met die inbreng te komen en die frisse blik te geven. Ja. We hadden het net met Erik over de 6 watermerken, hè, waar het waterschap mee bezig is en eigenlijk alles aan toetst. Als je die ziet, welke zou het meest bij jou passen?
Ja, toch een beetje zoek je ruimte, respecteer de kaders, maar ga toch je eigen weg. Of schuur er een beetje tegenaan. Zo van, en dat vind ik dan ook fijn, zo'n project dat moet door. De mazen van de wet opzoeken. Ik ben iemand van, het moet buiten gerealiseerd worden, met de omgeving, maar wel gas erop. Maar je merkt wel dat uiteindelijk kan. Ja, het kan zeker. Ja. Ben je ergens trots op wat je hebt bereikt totdat je langs die kantjes hebt geschuurd? Trots? Nou, ik na een paar maanden hoorde ik wel binnen de organisatie van... Roel, ik hoor jouw naam overal. Je wordt overal bijgeroepen. Dan moet je Roel hebben. Ja. Die lost dat wel op. Ja, dat vind ik dan ook wel mooi om te horen. Ja. En dat heel veel mensen ook mij kennen van als aanspreekpunt voor areaalbeheer. Van, heb ik iets voor de buitendienst of beheer en onderhoud? Ja. Dan moeten we Roel hebben. Ja. Er werd zelfs in de organisatie gevraagd voor een tweede Roel. Dus wat dat betreft was Roel snel bekend dus in de organisatie. Hij moet nog even blijven bij het waterschap. Roel, wat zou jij mensen die nu kijken en wellicht willen solliciteren op een van de functies die nu openstaan, willen meegeven? Een jong dynamisch bedrijf, maar heel leuk en ook heel actueel. En wat je doet, doet er ook toe. Hè? Ook met die droogte. Ik ben zelf ook met droogtemaatregelen bezig. Dat is iets nieuws voor het waterschap. Dus je ziet ook die klimaatverandering. Ja, daar zit het waterschap middenin. Dus je bent ook met nieuwe dingen bezig en een beetje pionieren. En ik vind zelf gewoon het binnen en buiten. Hè? Je maakt echt iets buiten en je bent met de omgeving bezig. En soms in jouw eigen achtertuin. En dat is eigenlijk het mooiste wat er is. Ja. Je straalt van oor tot oor. Dus dank Roel. Ja. En nog een hele mooie tijd zou ik zeggen bij het waterschap. Zeker. Een andere collega die praat over het werk bij Waterschap Limburg. Ik denk dat je soms ook een beetje out of the box moet denken. Dus dat je zelf ook een beetje initiatief neemt. Je krijgt een vraag, die kun je beantwoorden. Maar als je denkt van dat het anders kan of beter kan of op een andere manier of leuker misschien. Dus dat je niet per se doet zoals het altijd al gegaan is. Ja, en dan ben ik wel iemand die zegt van goh, is het misschien niet dat we het op deze manier doen of dat we het even anders aanvliegen. Ik denk ook dat beleid en beweging ook wel weer een beetje terugvalt op pakje speelruimte. Dat je dus niet de dingen doet zoals je ze altijd al deed, want dan krijg je wat je hebt. Astrid Bogers is aangeschoven, manager projecten en inkoop. Welkom Astrid. Okay. Met jouw welnemen wil ik even Erik een kijkersvraag voorleggen. Erik, een kijker vraagt, hoe ziet Waterschap Limburg er binnen nu en 5 jaar uit? De vraag is, wat is de ambitie eigenlijk van dat waterschap? Ja, heb je een half uur? Nee, we gaan het proberen het in 1 minuutje te doen. De ambitie is dat Waterschap Limburg, en dat klinkt misschien stom, maar ertoe blijft doen, proactief in de wereld staat en vooral flexibel is. En waarom zeg ik dat? De wereld rondom ons verandert heel erg snel. Dus om precies te zeggen waar we over 10 jaar staan, is verschrikkelijk moeilijk. Maar we weten wel dat er een aantal dingen zich echt aan het ontwikkelen zijn. De burger wordt steeds mondiger. Dus de burger zegt niet, omdat jullie het waterschap zijn, geloof ik dat wel per definitie. We zien ook dat er steeds meer samenwerkingen nodig zijn tussen organisaties. Ook samenwerkingen die je nu nog niet eens kunt bedenken. We zien de digitalisering en we zien de klimaatverandering. Nou, die klimaatverandering, daar draait eigenlijk ons hele werk om. Want die klimaatverandering en het tempo waarin dat gaat, bepaalt waar wij komen te staan. Daarvoor moeten we heel veel samenwerkingen aangaan met burgers, maar ook met start-ups, met bedrijven. Ik zeg wel eens met designers, met ontwerpers, noem het allemaal ontzettend maar op. Breed. Om juist die vraagstukken waar we nu het antwoord nog niet op kennen, om die te leren kennen. En dat is waar we over 5 jaar moeten staan. Dat we weerbaar zijn om te gaan met de veranderingen die zich plotseling voordoen. Dat we flexibel zijn om op ieder moment bij te kunnen schakelen naar links of naar rechts, wat op dat moment ook van belang is. Dat we dat samen met alle partijen doen die ook maar een stukje kennis kunnen inbrengen. En dat we steeds in het oog houden voor wie we dat doen
En dat zijn uiteindelijk de burgers in ons gebied. En de bedrijven en de landbouwers in ons gebied. Je hoort ook wel eens, niemand moet meer om dat waterschap heen kunnen. Het moet in één adem genoemd worden met de Rijksoverheid, met provincies en de waterschappen. Vind jij dat belangrijk als secretaris-directeur? Ik vind dat belangrijk als dat komt door onze daden. Niet omdat we heel veel in reclame gaan stoppen of in marketing, omdat je onze naam moet kennen. Bij ons moeten onze daden buiten en richting die omgeving, die moeten ervoor zorgen dat iedereen zegt, dat waterschap, daar wil ik niet meer zonder, daar ga ik voor. En daar wil ik ook heel graag werken. Een voorbeeld van iemand die niet meer zonder kan, na anderhalf jaar. Astrid, jij werkt er inderdaad zo'n anderhalf jaar nu bij Waterschap Limburg. We hebben net het verhaal van Roel Wijnhoven gehoord. Herken je je daarin, in wat hij vertelde? Los van het feit dat jij natuurlijk een andere functie hebt. Ja, zeker. Ik herken een aantal zaken. Wat Roel ook aangaf, het waterschap zit middenin, de actualiteit. Als je om ons heen kijkt. Je kunt geen nieuws aanzetten zonder dat je hoort dat we met een klimaatverandering te maken hebben. Nou ja, en het mooie van het waterschap is, ze staan ook midden in de samenleving en werken juist ook hard mee om dit soort uitdagingen het hoofd te bieden. Dat herken ik heel duidelijk. Wat ik ook herken is de relevantie van het werk buiten, dat we met en voor onze omgeving doen. Dus dat je ook heel nadrukkelijk participeert met landbouwbedrijven, burgers, andere organisaties of partneroverheden. Ja, en dat maakt het werken bij het waterschap een enorme uitdaging en ontzettend leuk ook. Je hebt een achtergrond bij de Rijksoverheid en in het bedrijfsleven. Klopt. Waar heb jij het meest aan moeten wennen toen je bij Waterschap Limburg begon? Dat zit met name veel herkenning vanuit de Rijksoverheid. Hè, omdat je toch ook een overheidsorganisatie bent. Waar ik vooral aan heb moeten werken, is de politiek-bestuurlijke organisatie en dynamiek die er is. Rijksoverheid is ook een politiek gestuurde organisatie. Maar nu achteraf kan ik voor mezelf concluderen dat een Rijksoverheid best ver afstaat van de politiek. Dat merk je in ieder geval niet in het dagelijkse werk wat je daar doet. Maar bij een waterschap. Rijkswaterstaat was in mijn geval Rijkswaterstaat. En bij een waterschap zit de politiek gewoon aan tafel. En dat brengt een bepaalde dynamiek met zich mee. Wat voor mij in ieder geval af en toe best schakelen was. Omdat ik het gewoon niet gewend was. En het dan ook vooral zoeken is van goh, welke belangen spelen. Hè, ook aan de politieke kant. En hoe kunnen we dat op een goede manier ook in mijn geval, vanuit clusterprojecten en inkoop. Ook in de projecten een goede plek geven. Dus. Maakt dat het werk uiteindelijk leuker, Astrid? Of zeg je als ik nou iets achter had mogen laten, dan was dat geweest? Nee, het grappige is, ik heb het eigenlijk bewust opgezocht. Omdat ik ook benieuwd was van, hoe werkt nou zo'n politiek gestuurde organisatie ook? En het mooie vind ik, dat ik als ik nu terugkijk naar mijn lange carrière bij Rijkswaterstaat. Dan vind ik het eigenlijk bij een waterschap veel mooiere uitdaging om hier ook projecten te realiseren. Omdat je ook te maken hebt met politieke belangen en een hele achterban, die ook onze bestuurders moeten vertegenwoordigen. Je bent op die manier ook op een hele andere manier bezig met je omgeving. Het heeft juist iets voor mij toegevoegd in plaats van dat ik je zou het ook als last kunnen ervaren. Maar het is denk ik de manier waarop je er zelf mee omgaat. Ja. Hoe je dat een plek geeft in je werk. En ik denk dat je kunt er ook heel veel voordeel van hebben. Want de bestuurders kun je natuurlijk ook op een bepaalde manier inzetten om een beweging in die directe omgeving tot stand te brengen. Dus ja, voor mij heeft het in die zin alleen positief gewerkt. Is dat ook hetgene, als ik je vraag, wat heb je tot nu toe geleerd bij het waterschap? Is dan dit hetgene wat in je opkomt of wil je daar nog iets aan toevoegen? Nee, dit is denk ik wel het belangrijkste aspect voor mijzelf in ieder geval. Wat nog iets toevoegt ook dat ik al wat langer meeloop in mijn eigen carrière. Wat ook gewoon leuk is en een bepaalde dynamiek ook in mijn werk teweeg brengt. Dus dit is denk ik het belangrijkste. En als mensen zeggen waterschap, dat is toch super saai, wat zeg jij dan? Dan zeg ik van, weet je wat het waterschap dan doet? Vraag ik dan als eerste. En dan krijg je inderdaad soms een wisselend antwoord. Hè. Toch het drinkwater weer. Het drinkwater komt dan vaak weer terug. En dan merk ik aan mezelf dat ik vol trots toch vertel van, goh, het is heel mooi om met een waterschap, ik stond er ook ver af, moet ik zeggen. En als ik nu zie met eigen ogen wat een waterschap doet en hoe midden ze in de samenleving staan. Ja,
dan is het ontzettend mooi om voor zo'n organisatie te mogen werken. Met alle uitdagingen hè, die Erik ook al heeft aangegeven. Denk ik, actueler kun je het bijna niet hebben. En als je dat opzoekt, kies dan voor het waterschap. Wat voor mensen heb jij als manager nodig naar de vacatures die binnen jouw cluster openstaan? Wat zoek jij specifiek? Ja, ik heb dus de projectenclub binnen het waterschap is gekozen ook om het integraal projectmanagementmodel, wat overgenomen is van Rijkswaterstaat, om dat ook te adopteren. En als je kijkt naar dat model, dat is een samenwerkingsmodel waarin projectmanager geholpen wordt door een technisch manager, een contractmanager, een manager projectbeheersing en een omgevingsmanager om integraal naar bepaalde opgaves te kijken en in een goede samenwerking vanuit die verschillende disciplines ook het werk te doen. En dus ik zoek vooral mensen die vanuit omgeving, vanuit techniek, vanuit contract of vanuit projectbeheersing of integraal vanuit projectmanagement kunnen helpen om de mooie projecten die wij voor de buitenwacht doen te realiseren. Dus misschien wel ons help je collega in optima forma, hè? Want als die vijf mensen niet op de goede manier met elkaar samenwerken, als eentje ertussen uitvalt, loopt de hele machine vast. Ja. En ze hebben zo ontzettend veel fantastisch mooie, maar vooral ook urgente projecten te klaren. Nu, maar ook de komende jaren. Ja, dat moeten echt geoliede machines zijn met elkaar. Ja. Samenwerken is dus echt ontzettend belangrijk, van wezenlijk belang zelfs. Heb je verder nog tips, Astrid, voor sollicitanten die kijken? Nou, wat vooral van belang is dat je oog hebt en houdt hè, voor je omgeving. Dat je daar ook zelf echt een wezenlijke bijdrage aan wil leveren. Dat heb ik zelf ook gemerkt toen ik bij het waterschap in dienst had. De bevlogenheid en betrokkenheid hè, van mensen die bij het waterschap werken. Je moet ook echt van je werk houden en ook iets willen bijdragen hè, aan datgene wat we buiten doen. En dan zit je volgens mij bij een waterschap wat mij betreft heel erg goed. Dankjewel. Laten we eens kijken naar een apetrotse collega midden in de omgeving in Limburg. Als je een herinrichting van een sloot doet, dat je ook de mensen de mogelijkheid geeft om bij wijze van spreken van die nieuwe omgeving van de sloot te genieten. Dat je ook ziet van het is niet alleen maar functioneel in de zin van dat we het water opvangen en vasthouden, maar het is ook nog functioneel dat je er bij wijze van spreken kunt recreëren. Rosita Litjens komt net binnen hier bij het webinar. Rosita HR, medewerker ben jij. En ik heb meteen een kijkersvraag. Hoe ziet het waterschap het voor zich om kennis in de organisatie te vergroten en te behouden? Wat zijn daarvoor middelen voor, is de vraag. Ja, de middelen. Nou, wat we al heel belangrijk vinden door deze groot aantal vacatures, dat we ook zien dat we daardoor nieuwe kennis, nieuwe inzichten binnenhalen. En ik hoorde Erik net ook al Roel uitnodigen om vooral die kritische noot door te geven. Dus je ziet ook dat er constant eigenlijk aan opleiding en ontwikkeling wordt gedaan. Een van de secundaire arbeidsvoorwaarden is dat iedere medewerker een persoonsgebonden basisbudget, dus eigenlijk een opleidingsbudget heeft van €5.000. Die hij zelf kan inzetten voor zijn persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit. Dus ik zeg beide, ik maak even de koppeling naar vitaliteit. Want we zien dat de gemiddelde leeftijd of de AOW-leeftijd is hoger geworden. Mensen hebben het over het algemeen lange dienstverbanden. Dus we vinden het heel belangrijk dat de mensen in beweging blijven om het watermerk erbij te nemen. Dus dat ze veel tijd en energie in opleiding en ontwikkeling steken. Maar ook in vitaliteit. Maar betekent dat ook dat iemand nu solliciteert op een bepaalde functie en over een aantal jaren wellicht zicht heeft op een promotie of een overstap naar een andere functie binnen het waterschap? Ja. Weet je, als je wilt dat mensen zich echt ontwikkelen, dan moet je ze ook de ruimte geven om door te groeien en vooral ook om hun talenten te benutten. En die passen misschien in eerste instantie niet bij de functie die je invult, maar we proberen echt te ontdekken wat heb je naast datgene wat je nodig hebt voor je functie, wat heb je aan aanvullende talenten, misschien zelfs wel door wat je in je vrije tijd doet, en hoe kunnen we die inzetten voor het waterschap nu of op de langere termijn. Die speelruimte eigenlijk die in dat Dat is ook speelruimte. Hè? En ook als je het over kennis hebt,
We proberen mensen enerzijds zo vroeg binnen te halen dat degene die vertrekt, als je iemand vervangt, dat die je nog op sleeptouw kan nemen om die ervaring op te bouwen. Maar we willen juist ook dat jij, omdat je gewoon een heel ander persoon bent met eigen talenten, dat je ook een groot gedeelte van die kennis en ervaring zelf weer op je eigen manier opbouwt. Ja. Nog een kijkersvraag die aanhaakt op de watermerken. Ja. Het watermerk respecteer kaders en pak speelruimte. Iemand vraagt zich af, trek op met het bestuur, Erik. Kun je daar wat meer over vertellen? Een voorbeeld wordt zelfs gevraagd. Ja, dat kan. Dan probeer ik een voorbeeld te pakken wat niet zo snel voor de hand ligt. Want trek op met het bestuur zou kunnen klinken als dat je met z'n 300 iedere dag over de vloer moet komen bij het bestuur. Dat doen we het bestuur niet aan en dat doen we onszelf ook niet aan. Maar je moet je wel, eigenlijk dat trek op met bestuurders, wees je er bewust van dat je in een politieke bestuurlijke omgeving werkt en denk na hoe je dat bestuur kunt helpen. En een heel simpel voorbeeld, we hebben een geo-informatie-medewerker, dus die kaartmaterieel maakt, die in eerste instantie ook zei van ja, wat kan ik daar nou precies aan doen? Totdat we in gesprek gingen en dat hij zei, ja weet je, als ik nu een satellietfoto eroverheen leg, dan zien de bestuurders bij een grondaankoop makkelijker waar die grond precies ligt. En ook dat is trek op met het bestuur. Faciliteren ook als het faciliteren, ja. Sparren, zorgen dat een bestuur ook niet in de problemen komt. Ja. Hè? Want wij zijn als organisatie er ook voor om te zorgen dat ons bestuur de doelen van het waterschap kan realiseren zonder dat ze in de problemen komen. Dus het is heel erg een wisselwerking. Hè? Ook zorg dat je de goede adviezen geeft aan het bestuur, maar stel ook de juiste vragen aan het bestuur. En als die wisselwerking ontstaat, dan krijg je trek op met bestuur. Maar niet iedere dag op de kamer. Nee, en bestuurders zijn doorgaans redelijk eigenwijze mensen. Hè? Vaak met een enorm cv. En die weten wel hoe het moet. En vaak ook terecht. Staan ze open voor wellicht afwijkende adviezen vanuit de ambtenaren? Ja, daar staan ze voor open. Maar het gaat wel erom hoe jij dat advies brengt. Ja. En ook dat is trek op met het bestuur. Als een bestuurder, hoeveel ervaringen je ook heeft, als die vertrouwen heeft in jouw advies en het gevoel heeft dat jij hem of haar ontzorgt, dan neemt hij je adviezen mee, hij of zij. Op het moment dat jij heel aarzelend zegt, ja, ik weet het ook niet zo goed, zou 1, 2 of 3 kunnen zijn, ja, dan kun je de bestuurder niet kwalijk nemen dat hij zijn eigen weg gaat. En dat is een zoektocht, hè? Daar zijn veel mensen ook nog aan het zoeken, hoe werkt dat precies, want de wereld wordt ook politieker. Hè? Dus wat dat bij een waterschap in het verleden misschien nog op een laag pitje stond, is dat nu veel belangrijker geworden. En dat moet je ook leuk vinden. Als je het absoluut niet leuk vindt om dat spanningsveld op te zoeken, want het is een spanningsveld en dat moet het ook zijn, dat is gezond. Als je dat niet leuk vindt, solliciteer vooral niet bij ons. Als je dat wel leuk vindt, solliciteer vooral wel. Wees welkom. Als misschien, mensen solliciteren. Sorry. Ja, je sprak net over opleiding, ontwikkeling, kennis. Ja. Dit speelt bij veel mensen dat als ze van hele andere organisaties afkomen, dat echt nieuw is. Een mooie aan het waterschap vind ik dat je los van een budget waar je zelf opleiding en training kunt volgen, we ook een interne trainingsacademie stroming hebben. En wat je daaraan ziet, dat het vaak trainingen, workshops zijn die echt uit de praktijk voortkomen. Ja. Van hè, mensen lopen er tegenaan. Wat houdt dat nu in? Dat trek op met bestuur. Dat daar heel gericht trainingen en workshops op gegeven worden voor de mensen die dat toch nog wat lastiger of het spannend vinden, om daarin mee te nemen. Dus dat is een... Dat is mooi inderdaad. Om ze wat extra handvatten mee te geven om dat waterwerk waar te kunnen extra maken. Extra handvatten en tegelijkertijd ook een opdracht. Want we hebben daar wel bij gezegd, alleen een training, dat werkt niet. Het werkt als je het zelf daarna in de praktijk brengt. Ja. Dus bij al die trainingen, zoals Rosita ze noemt, je gaat ook met een persoonlijke actie naar huis. Dat doe je als je je inwerktraject in de Efteling hebt gehad, zoals we het net noemden. Maar dat geldt ook bij dit soort trainingen. Je gaat met een persoonlijke actie naar huis en daar hebben we het ook samen over hoe je die invult. Een inwerktraject noem jij, Erik. Hoe zit dat met mensen die
nieuw zijn bij het waterschap. Ja. Ja. Die komen binnen en dan? Ja, nou, wat we vinden het heel belangrijk dat mensen het gevoel hebben dat ze in een warm bad terechtkomen. Eigenlijk is de start nu al bij de sollicitatieprocedure, de livestream van vandaag. En hopelijk de reacties die we gaan krijgen op de vacatures. Daaruit komt dadelijk hopelijk een geschikte kandidaat voort. En gaan we het arbeidsvoorwaardengesprek aan. Heel vaak zit ik ook bij een arbeidsvoorwaardengesprek. En ik probeer daar een iemand al een stukje op gemak te stellen. En uitleg te geven over de arbeidsvoorwaarden en hetgeen die persoon dadelijk kan verwachten. Ja, dan is nog het daadwerkelijke beginnen. En van alles, we hebben onlangs een nieuw onboardingsprogramma opgestart. Want we kregen toch het afgelopen jaar feedback terug van wat nieuwe medewerkers. Dat er her en der toch nog wel wat beter kon. Ik denk heel veel zaken waren heel strak geregeld. Je laptopje ligt klaar, je eerste werkdag met je inlogcode en je telefoon. Je wordt hartelijk welkom geheten. Maar er zijn mensen die toch hebben aangegeven dat ze wel nog her en der wat hun weg hebben moeten zoeken. Dus daarom is dat programma nu heel erg op ingestoken dat je goed wordt begeleid in je functie. We wijzen daar ook echt een hele duidelijke verantwoordelijkheid leggen we bij de leidinggevende en proberen als HR daar zo goed mogelijk in te ondersteunen. Dus dat je begeleid wordt in je werk, maar dat je ook weet wat betekent je werk binnen het grotere geheel. Dus dat je ook kennis maakt met andere clusters. Misschien een keer naar buiten gaat. Misschien een keer een bestuurder spreekt. Ja. En zelfs een lunch krijgt met een van de directeuren. Zelfs dat. Ja, dat is toch wel de uitsmijter van het hele programma. Ja. En uiteindelijk wil je natuurlijk toch, ze moeten uiteindelijk zelfstandig kunnen functioneren. Ja. Dus ik kan me voorstellen, een beetje voor de leeuwen werpen is het altijd natuurlijk met een nieuwe functie. Maar er is dus wel degelijk in het begin een inwerktraject en een begeleiding om de facetten ook van het werk te leren kennen. Ja. Ja. Mensen vroegen zich af, hoe zit het eigenlijk met een soort van beoordelingstraject? Hoe werkt dat bij het waterschap? Want je hebt heel veel organisaties waar dat aan het veranderen is, die systematiek. Ja. Hoe zit dat bij het waterschap? Ja, klopt. Die systematiek is in het behoorlijk veranderd bij ons ook. Ja. We zijn er eigenlijk dit jaar mee aan de slag gegaan. Daarvoor kenden we de redelijk traditionele cyclus van je maakt eigenlijk een planning aan het begin van het jaar, dan een voortgang en op het einde een beoordeling. Eigenlijk vonden we dat niet meer helemaal van deze tijd. En dan zeggen we, je wil eigenlijk als medewerker met je leidinggevende continu in gesprek zijn. Niet dat ene moment. Niet dat ene moment. Maar continu met elkaar in gesprek zijn. Dus daardoor, dat proberen we vorm te geven door het opstellen van een individueel kompas. Waar je dus continu met je leidinggevende over in overleg bent. En kijk, dat kan voor de een minder zijn. De een zegt, nou ja, een paar keer per jaar vind ik prima. Ja. De ander zegt, nou ja, ik wil het wel op echt hele regelmatige basis. Dat kun je individueel aangeven. Dat kun je individueel aangeven bij je leidinggevende. En om het aan te sluiten dat je individueel kompas niet op zichzelf staat, zijn we ook bezig met clusterkompassen. Ja. Want het is natuurlijk wel belangrijk om te weten, wat is mijn baas? Wat draag ik bij aan het grotere geheel, aan het cluster? En het woord kompas zegt het natuurlijk. Het is echt gericht op een langdurigere koers. Dus het is de ontwikkeling van het cluster waar je in zit. Maar ook welke productie moet je met elkaar draaien. Maar ook hoe ga je ontwikkelen. En dat geldt ook voor jou zelf. Het kompas geeft aan waar jij de jaren naartoe wil groeien. Dus waar de oude cyclus misschien heel erg gericht was op wat ga ik dit jaar doen. Speelt dat nu natuurlijk nog steeds, want je doet ook je onderdeel om de begroting waar te maken, om de waterschapsdoelen te halen. Maar het is juist ook gericht op jouw ontwikkeling. Dus het is ook een langjarig perspectief in plaats van, nou, we hebben het over dit jaar en volgend jaar beginnen we weer bij nul. Ja, daar sluit deze kijkersvraag mooi bij aan. Het bestuur, wordt hier gevraagd, wisselt elke 4 jaar. Als je het dan toch hebt over continuïteit. Ja. Wat betekent dat voor jou als medewerker van dat waterschap? Dat vraagt een stukje flexibiliteit van je, want met de organisatie zorg je uiteraard ook voor een belangrijk stuk continuïteit. Maar dat vraagt eens in de 4 jaar, zeker als de veranderingen groot zijn, dat je de nieuwe bestuurders ook weer meeneemt in de problematieken. Dat je ze de ruimte geeft en ondersteunt om zich in te werken in de dossiers.
En dat je zelf flexibel bent en dat je ook beseft dat de ene bestuurder niet de andere bestuurder is. En we hadden het net over maatwerk voor medewerkers, mm-hmm. maar hoe je een bestuurder ondersteunt is ook maatwerk. Dus je kunt niet zeggen, ja, ik heb dat 4 jaar met bestuurder X heb ik dat zo gedaan, dus bestuurder Z komt nu binnen, ja, die moet dat maar op dezelfde manier goed vinden. Nee, ook dat is maatwerk, dus je ziet... Mm-hmm. Hoe klein het misschien ook lijkt, hè? Het zijn verkiezingen, het is een verandering. Nee, het vraagt van de organisatie ook dat ze zich ieder jaar, of iedere 4 jaar, gelukkig niet ieder jaar, dat zou te gek zijn, mm-hmm. maar iedere 4 jaar ook een stukje zelf weer opnieuw uitvindt. Ja, dynamisch eigenlijk. De hoofddoelen, hè? Waartoe is het waterschap op aarde, dat is bekend. Ja. Alleen, hoe gaan we daar naartoe? Dat wisselt gewoon per bestuur. Ja. En daar moet je je als medewerker gewoon aan aanpassen. Ja, daarom is die blijf in beweging, denk ik, ook een belangrijk watermerk. Ja. Wat is opgenomen van... Ik denk dat dat ook wel van de huidige medewerker wordt gevraagd. Van, ben wendbaar, blijf jezelf ontwikkelen, blijf vitaal. Maar leer met dit soort zaken omgaan. Ja, mensen die dat moeilijker vinden, die kunnen dus ook bij HR terecht voor steun daarin. Ja. Die moeite hebben met veranderingen of dat soort dingen. Ja, zeker. Ik denk ook altijd primair is je leidinggevende, je aanspreekpunt. Ja. Hè? Maar als mensen vastlopen, kunnen ze zeker ook bij HR terecht. En ga je daar het gesprek aan? Hè? Misschien is mobiliteit wel een goede oplossing. Of misschien zit het gewoon in een stukje steun en vertrouwen krijgen. Of een opleiding. Ja. Het kan heel groot zijn, maar het kan ook heel klein zijn. En ga ook het gesprek aan met je collega's, hè? Want we zeiden niet voor niks ook dat help je collega. Ja. Misschien heb je je clustermanager niet eens nodig. Misschien heb je de mensen van mens en organisatie niet eens nodig. Maar ben je in staat om het met een aantal collega's zo te organiseren dat jij je werk kunt doen op een manier die voor jou prettig is. Dat je collega's dat op die manier kunnen doen. En dat je samen wel dat waterschapsdoel waarmaakt. Dus er is ook heel veel... eigen verantwoordelijkheid. Wij zijn geen organisatie waar je voor iedere vraag naar je manager toe gaat. Dat is juist niet wat we zoeken. Nee, maar die vrijheid heeft natuurlijk ook een heel groot voordeel, hè? Kan ik me voorstellen voor mensen die nu zijn aan het kijken en geïnteresseerd zijn in de vacature. Is er nog een vraag aan Erik? Hoe zie je de samenwerking over de grens? Ja, we zitten in een grensregio en het komt ook nadrukkelijk terug in een aantal vacatures. Ja, dat is correct. Wij zijn het waterschap met de meeste kilometers buitenland. Vlaanderen, Wallonië, samen België. Maar toch twee compleet eigen identiteiten die ook op een hele andere manier werken. En Duitsland, wat weer compleet anders georganiseerd is. En heel veel van het water wat bij ons in de Maas stroomt, komt uit het buitenland. Zoals overal, hè, alle vuiligheid die je niet in het water gooit, komt uiteindelijk ook niet in de Maas. Maar dus moet je vooral ook in contact met het buitenland om te zorgen dat die riviertjes al zo schoon mogelijk bij ons binnenkomen en dan aan onze taak om dan nog een schepje bovenop te doen. Is die samenwerking soepel? Want je schetst inderdaad alleen al het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië. Ja. Dat is enorm. Nou, Duitsland nog erbij. Ja, het gaat niet eens over soepel. Ik denk dat wij tot 1-2 jaar geleden gewoon te weinig oog hebben gehad voor die samenwerking. Dat we heel erg bezig waren met het in eigen huis heel erg goed te doen. En dat we vergaten dat samenwerking daarin ontzettend veel kan helpen. We hebben nu een bestuur wat daar heel veel oog voor heeft. Wat er ook echt op wil inzetten. En dat is ook de reden dat we een aantal vacatures hebben die juist ook internationaal georiënteerd zijn. Ja, daar zoek je ook nadrukkelijk mensen met in ieder geval interesse en eigenlijk misschien zelfs een achtergrond in die regio. Ja, en bij voorkeur Frans of Duits sprekend. Ja. Wel zo makkelijk inderdaad. Dat scheelt wel. Ja. Rosita, het verloop van de procedures na dit webinar, hoe ziet dat eruit? Want er staat nu een aantal vacatures open, daar komen er later nog bij. Ja, klopt. Hoe gaat dat verder? Ja, de vacatures staan open tot en met 22 juni. Meteen daarna gaan we snel aan de slag om te selecteren. En dan vinden de gesprekken plaats in
tussen 1 en 12 juli. We zitten nu in een hele bijzondere periode door de corona helaas. We hebben daarom ook met elkaar afgesproken dat we de eerste gesprekken digitaal willen doen, dus online. Maar dat we toch heel belangrijk vinden dat kandidaten ook kennis maken, ja, live met ons en het gebouw zien en wat meer. Ja, ik heb het zelf ervaren, online gaat prima, maar het is ook prettig om daarna iemand fysiek te zien. Je wil elkaar letterlijk in de ogen kunnen kijken. Dus we hebben afgesproken dat we het tweede gesprek, dat we live op kantoor, uiteraard met alle maatregelen in acht nemen. Maar en dan willen we dus eigenlijk voor de zomervakantie de eerste procedure afgerond krijgen. En iets later, over een paar weken, volgen er nog een vijftal vacatures die opgesteld worden. En die gaan waarschijnlijk, die staan waarschijnlijk deze zomer uit. Ja. Als mensen na dit webinar morgen of overmorgen valt ze nog ineens een vraag in, wat moeten ze dan doen? Ja, ze kunnen, volgens mij komt er dadelijk een banner onder in beeld van medewerkers nog. Of sorry, mensen die de livestream volgen. Medewerkers, hopelijk toekomstige medewerkers. Ik loop al heel snel, we staan te popelen om mensen in dienst te nemen. Daar kunnen ze reactie tonen, maar hebben ze nog vragen, dan kunnen ze ook een mail sturen naar hrm@waterschaplimburg.nl. Dankjewel. Ja. Zita, Erik, wil jij tot slot nog wat zeggen of toevoegen aan dit webinar? Nou ja, laat ik dat heel kort houden. Ik hoop vooral dat we in dit krappe tijdsbestek je toch echt een beeld hebben kunnen geven van wat is Waterschap Limburg, waar staan wij voor? En als je na vanavond denkt van, maar dat is echt iets wat ik wil ervaren, nou ja, aarzel dan niet, solliciteer. En wie weet ben jij binnenkort ook een van de mensen van Waterschap Limburg. Dankjewel. Graag gedaan. En jullie thuis, of waar jullie ook zitten in deze coronatijd, bedankt voor het kijken allemaal. De vacatures die staan dus nog een tijdje online op de webpagina van Waterschap Limburg. Dit webinar valt nog terug te kijken op de pagina die jullie ontvangen hebben. En jullie kunnen natuurlijk nog aanvullend vragen stellen, ook op een later moment. Ik zou zeggen, heel veel succes met het al dan niet solliciteren. Ik zou zeggen, doen en wellicht heel veel plezier en succes bij Waterschap Limburg. Goedenavond.